Het is geen feest geworden voor Sergio Perez in Mexico, integendeel. Het is wel weer een weekend geworden waarin Max Verstappen geschiedenis heeft geschreven. Hij won zijn 16e grote prijs van het seizoen en verbeterde daarmee zijn eigen record van aantal overwinningen in één seizoen. Het ging met sprekend gemak opnieuw voor Max Verstappen. Het was dominant, tenminste Sam de Jonge. We denken dat het dominant was, want als het zo gemakkelijk gaat voor Verstappen, als hij wint met een voorsprong, dan zien we hem eigenlijk bijna de hele race gewoon niet rijden. Dus we denken dat het gemakkelijk ging. Ja, we hebben hem zelf in beeld gehad. Ja, echt... Ik denk dat we zo eens na 30, 40 ronden hem in beeld kregen met een rechtstuk voorsprong. Het is een lang rechtstuk, dus dat zegt veel. Maar het is wel... Allez, ik bedoel, ik vind het eigenlijk leuker, deze laatste Grand Prix, wanneer er toch tegenstand is van de andere teams die nu gaan doorontwikkelen zijn. En zeker ook in quali zit het allemaal toch wel dichtbij. En eigenlijk alle laatste races bijna. Op 10e van seconde, dat is toch leuker dan 6, 7, 18e loszitten. Absoluut. Wie mag er vandaag proberen lachen met jouw woordmopjes? Ja, ik heb een echt een Antwerpenaar meegebracht. Nee, dat is niet waar. Ik zag een kans en ik heb ze gepakt, een beetje zoals Perez. Maar dat is ook fout afgelopen. Nee, ik zal dat ineens goed maken. Ik heb hem meegenomen die er nog niet heeft gezeten. Denk ik, in de paddock. Heeft hij wel gezeten in de paddock al? Ja? Ja, absoluut. Nee, denk het niet. Echt? Denk het niet, eigenlijk. Denk misschien al in de studio. Maar ja, iemand dat eigenlijk in de GT-racerij in België zeker... misschien wel een van de sterkste waarden is en breder dan België eigenlijk. En die er misschien niet altijd op de juiste manier voor bewierookt wordt. Dus ik zal dat hier even al direct doen bij de intro. En eigenlijk ook een van de weinige vrienden die ik heb in de autosport. Dus voilà, welkom Frédéric Vervisch. Allee, dank u wel. Ik ben blij dat ik er een vriend bij heb. Ja, is dat zo? Heeft hij een vriend in de autosport? Klopt dat? Ja, als Sam het zegt, dan zal het wel juist zijn. Maar nee, wij komen inderdaad ja, goed overeen met elkaar. En ja, het Antwerpse accent zal ook niet voor vandaag zijn, denk ik. Maar ik zal toch mijn best doen om verstaanbaar te zijn. Wij hebben inderdaad in de studio gezeten. Ik dacht ook in de paddock, maar... Eerste keer. Kijk, tomato, ja, tomato. Ik denk het, ja. Heb jij nog superlatieven over voor wat Verstappen dit seizoen allemaal laat zien? Want wij hebben ze allemaal opgebruikt, denk ik. Ja, ik heb niet altijd gekeken naar jullie programma, dus ik weet niet wat er allemaal gezegd geweest is. Dus, waarschijnlijk zal ik in herhaling vallen, maar... Dat mag, dat is oké. Nee, het is extreem om wat hij realiseert is ongelooflijk. Eigenlijk, zoals je zei in het begin, het ziet er zodanig makkelijk uit dat het eigenlijk niet meer ja, impressionant is, maar... Ja, wij als rijders weten toch dat het toch altijd moeilijk is en je moet toch iedere situatie kunnen beheersen. En ik denk dat gisteren na die rode vlag, dat was het slechtste mogelijk scenario voor hem. En dan zie je toch weer hoe dat hij ja, alles perfect doet. Dus we zeggen, hij is één met de auto, hij moet hem niet... niet overpushen om snel te zijn. En dat is het grote verschil. We zagen dat vroeger met Hamilton, toen dat ze zo dominant waren. En ik denk Schumacher ook. Dus, het is mooi, je hebt zo'n paar combinaties inderdaad. Hè? Schumacher met die Ferrari, Hamilton met die Mercedes, nu Verstappen. Hoe goed kan je wagen onder controle hebben? Hoe goed kan die ook bij je passen? Ja, maar ik denk dat die essentie, wat Fred ook zegt, het is het moment dat je één kunt worden met een auto, dat het eigenlijk... ook precies weinig effort vraagt. Hè. Maar natuurlijk, om tot dat punt te komen, dat vraagt heel veel. Dat vraagt inderdaad ook richting geven aan een team van wat je wilt qua afstelling. Dat is duidelijk bij Verstappen gelukt, om dat in samenwerking met zijn team te doen. Met Adrian Newey erbij, wat zo'n genie is. Die hebben elkaar, denk ik, gevonden. En voilà, dat leidt tot deze combinatie. Het is geen gemakkelijk iets, maar nu dat ze in die fase zitten... lijkt dat wel wat dat bijna moeilijk verstoord kan worden. En dan wordt ook duidelijk wat een slok op het eigenlijk ook is. Hij zei het zelf na de race ook van ja, waar haal je de motivatie vandaan? Vroegen ze hem, de wereldtitel is al binnen. Hij zei van ja, winnen is heel motiverend. Ja, dat is absoluut. Ja, absoluut. Winnen is waarom dat je deze sport doet, of toch sneller zijn dan de concurrentie. Oh. En alles minder aan winnen is voor hem dan niet meer interessant. Maar ja, denk in iedere carrière zie je momenten waar alles super gaat. En maar hij zegt het ook zelf, hij geeft het zelf aan. Er komen momenten dat het weer moeilijker gaat worden. En hij kan er duidelijk van genieten. En wat ik ook wel absoluut super vind, is eens je kampioen bent, is het ook altijd, vind ik het moeilijk om... inderdaad, nog altijd pole te doen, snelste ronde. Niet gemotiveerd, maar toch... weet niet. Meestal ja, is er dan geen druk meer en gaat het dan soms minder. En hij blijft gewoon ja, ongelooflijk presteren. Je zou kunnen denken dat dan zo een procentje minder wordt. Hè? Want je bent nog wel gemotiveerd, maar om echt dat onderste eruit te halen, maar bij hem blijft dat eruit komen. Als je nou kijkt, als je dat gewoon historisch gaat bekijken, is toch altijd jong genoeg. Ja, ja. Hij heeft nu al 51 grote prijzen gewonnen. Dat is evenveel als Alain Prost. Nog twee en hij evenaart Sebastian Vettel al. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, waar dit gaat eindigen, is... Alain Prost zag er alleen op zijn 25 ook al wel 70 uit. Maar... Verstappen ziet er inderdaad ook nog jong uit. Maar ik denk, zo, langs de andere kant, hij is op zijn 17e in de Formule 1 gekomen. En ik weet dat wij na 4 jaar ook zoiets hadden van... En hij is nu altijd geen wereldkampioen. En iedereen werd zo gebombardeerd. Ja. En dat moet direct gebeuren. Dus toen dachten we langs de andere kant van... Oei, gaat dat wel ooit gebeuren als ze hem niet in de juiste auto zitten? En nu zitten we natuurlijk op een dominant traject. En toen waren we eigenlijk... Stopt het nog? Toen waren we te ongeduldig misschien. Ja, je bent ook ongeduldig, omdat ik denk dat iedereen zo die de Formule 1 van dichtbij volgt, snapt dat het kan ook niet gebeuren, hè? Ongeacht je talent. Als je niet in de juiste context zit, dan kun je het ook echt wel volledig missen. Dus ik ben ook wel blij dat het eindelijk toch wel gebeurd is bij hem. Ja, wat mij ook wel opvalt elke keer, zoals gisteren, hij wint die race dan, die reacties achteraf. Dat is de normaalste zaak van de wereld geworden. Hè. Winnen is motiverend, hij doet dat graag, maar dan ook zo, ja, nou, het was goed vandaag, klaar. Dus ja. Daar merk je dan wel dat er geen druk meer op staat. Ja, ja, we kunnen natuurlijk niet in zijn hoofd kijken. Hij is getraind geweest heel zijn leven lang. Ja. Curieus om te winnen en alles minder aan winnen was niet goed genoeg. Oh. Hij zit in een superpositie. Ik weet niet, meer kun je daar niet over zeggen. Maar hij blijft gemotiveerd. En voor hem is het de normaalste zaak. en ik begrijp het ook ergens. Het is ook... Er wordt ook niet minder verwacht, dus denk niet van hem, niet van het publiek. Dus ja. Voor zijn ploegmaat Sergio Perez was het iets anders dit weekend. Een weekend om snel te vergeten. Als je zo alles kon opstellen voor het begon, best case scenario, worst case scenario. Dit is volgens mij nog erger dan het worst case scenario wat er allemaal gebeurd is gisteren. Ja, zoals jij het gisteren zei, Dennis, een sombrero. Voor hem. Een sombrero-dag. Dus geen hoede. Zoals jij dat zou zeggen. Nee, geen goeie. Het is moeilijk. Hè. Als je achteraf nu leest of hoort wat hem zegt erover, dan is dat heel... ik weet niet, ik vond dat zelfs nog niet te kritisch genoeg naar zichzelf toe misschien. Ja, voor we daar verder op ingaan, moeten we niet... Want hij is gecrashed in de eerste bocht eigenlijk. Ja, daarvoor is hij eigenlijk al gecrashed. Moeten we er nu, alles wat er gebeurd is de afgelopen maanden en wat er nu gisteren gebeurd is, moeten we er nu medelijden mee beginnen krijgen? Of is er voor medelijden geen plaats in de Formule 1 en in de autosport? Mag ik... voor mij medelijden is zeker niet het juiste woord, want hij heeft gewoon de dreamjob. Hij zit in de beste auto. Het ziet er toch zo uit van buitenaf. Ja. Voor hem is het wat moeilijker. Ze zijn ongelooflijk betaald. Ze doen hetgeen dat ze... Een passie, dus nee, absoluut geen medelijden. Maar ik vind wel, iedereen is heel erg streng voor hem. En hij is de tweede VO, is de tweede rijder, maar is dan altijd tweede in het kampioenschap. Dus uiteindelijk is het nog altijd niet slecht. Ik hoop nu echt wel voor hem dat hij een keer kan afmaken en dat hij tweede kan zijn. Want dan heeft hij uiteindelijk zijn job gedaan. Min of meer niet goed genoeg volgens velen. En er zijn anderen en beteren en dit en dat, maar... Ik denk dat jullie... Ik had dat toch een keer gehoord dat je dat zei. Als je een Hamilton naast zit of een Alonso, dan heb je miserie troef in je team. Dus, dus uiteindelijk, je doet het niet slecht, maar je wilt waarschijnlijk nu iets te veel en dan te veel forceren. Dat is wel een belangrijke nuance die we hier misschien ook wel te vaak vergeten te maken, want we zijn hier terecht streng voor Perez. Maar hij staat inderdaad nog altijd tweede in de WK-stand. En dat vergeten we vaak misschien. Ja, ik denk dat, omdat het natuurlijk ook zo'n lang seizoen is, vergeten misschien dat begin wat wel heel goed was. Ik bedoel, hij heeft toch gewonnen van Verstappen. En hij was eigenlijk initieel waar ze ongeveer op dezelfde pace. Dat is gedraaid. Dat is ook wel gedraaid omdat Red Bull wil dat draait. En daar is er veel interne druk gekomen. Dus weet je, ze creëren ook soms wel een situatie waarin het bijna onmogelijk is om te blijven presteren op het niveau van een Verstappen. Dus ja, ik denk dat inderdaad misschien is dat een belangrijke nuance om mee te pakken. Je vergeet zo'n beetje dat begin van het seizoen. Ja, natuurlijk, je kijkt nu naar wat er geweest is en dat zijn heel veel fouten, denk ik. Het verschil is ook zo groot tussen hem en Verstappen dat het daarom misschien ook negatiever lijkt. Het verschil tussen Verstappen en Perez in de WK-stand is groter dan het aantal punten dat Perez heeft. Ja. Dat zegt eigenlijk alles. Ik denk dat het frustrerende soms is om van buitenaf te zien, en daarom blijft de kritiek er ook komen week na week, is dat hij geen manier vindt om het gemanaged te krijgen. Ik denk dat niemand echt twijfelt aan wat hem kan, anders kun je het nooit. Hè. Als je talent niet hebt, dan kon hij in het begin van het seizoen ook niet winnen. Dat is er duidelijk geweest, maar hij vindt geen manier om dat te kanaliseren. Die frustratie, die onzekerheid, er wordt blijkbaar ook niet geholpen door de juiste mensen om dat wel te doen. Dat vind ik frustrerend. Ik wil hem wel zien slagen. Zo. Ik had graag gehad gisteren dat dat inhaalmanoeuvre had gelukt. Wie niet? In Mexico, de mensen uit de zot geworden. Ja, want wat een start. Aardbeving. Ja. Want zijn start was fantastisch. Hè? Ja, absoluut. Ja, dat was machtig. De start was goed, slipstream was goed, positionering was voor mij ook goed. En ja, oké. Afwerking niet. Maar kon beter. Ja, want wat moet hij daar doen? Gewoon rustig die bocht iets breder pakken, dan is er geen probleem, denk ik. Ja, uiteindelijk hij start. Hij zit met drie camphanen, die allemaal laten we naar remmen. En ik denk, als je buitenkant neemt, heeft hij eigenlijk nog te vroeg geremd. Moet zo nog 1 of 2 meter later. En dan heb je die marge. En dan gaat hij niet in het vaarwater van Leclerc komen, want automatisch gaat hij naar buiten gaan. Ik denk dat ze alle drie ongeveer op hetzelfde geremd hebben. Ja. Waardoor... Ja, dat is op een bepaald moment... Hij liet wel plaats, vond ik, maar hij wil toch nog de bocht meenemen. En ja, dat gaat gewoon niet. Want hij had eigenlijk geluk dat Verstappen Leclerc nog niet weggedoet. Ja, dat kon ook nog zijn. Dus dat was de 3 misschien. Ja, en dat was zelfs niet. Dus hij moest nog meer marge genomen. Maar ja, zijzelf is ervoor gegaan. Maar goed, het is wel jammer, want uiteindelijk kon je dat gewoon door het gras rijden. Ja. En dan is er niets aan de hand. Dat vind ik gewoon... Ja... Ja, kon echt wel beter. Makkelijk beter, ik zou het zo zeggen, zonder schade. Ja, zijn eigen uitleg was... het was een racing incident, vond hij zelf. Ik nam een risico en daar heb ik een prijs voor betaald. Ik had niet verwacht dat Leclerc zo laat zou remmen. Ik was voor hem en op die plek had ik gedacht dat hij iets meer zou inhouden. Omdat hij daartussen Perez en Verstappen reed. Dat dacht Perez. Dat Leclerc iets vroeger al zou zijn beginnen remmen. Maar dan zou ik toegeven dat zonder dat het gebeurt wat jij denkt dat de ander gaat doen, het nooit kan lukken. Dat is wel... Dan je rekent, wel heel je rekent op iemand anders in plaats van op jezelf. Exact. Ik vind in de autosport kun je dat nooit doen. Tegen die snelheden moet je er niet van uitgaan dat iemand een move gaat maken. Je moet zelf zien dat je move klopt. En ik denk dat wat Frits zegt klopt van... omdat hij aan de buitenkant zat en sowieso de buitenste lijn had. Dat is belangrijk om misschien technisch te snappen voor mensen. Je moet sowieso meer meters maken. Dus... Maar dat kan dus ook. Dus je kunt dus snelheid meer meenemen, want je lijn is gewoon minder krap. Je moet minder afgeremd zijn, want je hebt meer meters om ze af te leggen. Dus hij zit op zich in een ideale positie om dat te doen. Of wat hem daarmee naar voren had geraakt, of wat hem eerst uit die bochtencombinatie had gekomen, dat weet ik niet. Maar dat is in ieder geval zonder contact geweest. Hè. Dus ik vind het iets te weinig kritisch van zichzelf om dan te zeggen, ja, het was een racing incident. Ja, ik weet het niet. Ik vind dat iets te simpel. Hij zegt ook uiteindelijk, ja, ik ben ervoor gegaan, all or nothing. Ja. Maar uiteindelijk was het niet all or nothing. All or nothing is dat je echt tot aan de gras bijna remt. En dat je zegt van, oké, ik probeer de baan te houden, lukt het niet, drukken ze meer af, snij ik af. En dan zie je wel weer. Maar dan zit je weer, dan zou je op die moment misschien weer derde zijn of zo. Dit was eigenlijk een halve move, hè? Het was een halve move. Het was perfect gepositioneerd, maar... Ja, heeft hij 1 meter of 2 meter te vroeg geremd. En denk uiteindelijk van Leclerc, zijn positie dat hij dacht, hij zal vroeg geremd. Zijn positie om uit dat midden te komen, is later hem dan de rest. Dus uiteindelijk... zit hij het juiste? Ja, want als hij hem vroeg remt, zit hij in de sandwich. Ja. Sowieso. En je wilt uit die maar sandwich gaan. Maar dat zag je ook initieel gebeuren, hè, want dat zie je heel goed op de onboard. Initieel remt Leclerc vroeger, hè? Maar dan ziet hij dat Perez verder gaat en dan kiest hij om toch dieper te gaan. En dat is normaal is het. Wat normaal is. En daar heeft Perez niet meer op gereageerd. Die heeft eigenlijk bijna op die initiële move van Leclerc gereageerd, die inhield, om dan naar binnen te komen. Maar goed, uiteindelijk was hij daar, hè? Dus ja, het kan niet verdwijnen. Hè? De vraag is nu hoe dat dit ergens kan gebeuren. Hè? Want Perez heeft genoeg ervaring om zo'n fout eigenlijk niet te maken, om te weten wat hij daar wel moet doen, lijkt mij. Zou het mentale toch ook een rol gespeeld hebben? De druk van de afgelopen maanden? Het feit dat Daniel Ricciardo het in kwalificatie beter had gedaan en op een plekje voor hem startte? En dan weten, oké, het is in Mexico. Iedereen is hier voor mij. Als ik ergens iets moet laten zien of wil laten zien, dan is het hier wel. Kan dat allemaal een rol meegespeeld hebben? Uiteindelijk, alles speelt een rol. Maar het is ook instinct van de rijder. Wij kunnen dat nu nadien analyseren tot op bot. En wij kunnen zelf dezelfde situatie meemaken. Dus hij zal waarschijnlijk, ik ga niet zeggen verrast zijn, maar ja, positief naar bocht 1 gaan en drie dubbele slipstream, een goede positie. En dan denk van, misschien mag ik het toch niet verpesten op die moment. Het is uiteindelijk een beslissing, dus het is alleen een split second en je kunt alles, ja, zal er wel mee te maken hebben, maar ja. Maar bedoel dan, Fred, dat het initieel instinct klopte, maar dat hij dan eens te veel beginnen nadenken dat het daarom een stuk misloopt? Ja, denk misschien, want het is een fout, maar het is ook geen fout. Het is gewoon, je is er niet vol voor gegaan. En terwijl dat hij zegt, ik ben er vol voor gegaan. Ja, nee, in mijn ogen niet. Vol voor gaan is dat je weet van, oké, het lukt net of ik ga door het ras. Dat is voor mij voor de juiste move gaan. En dat kon daar, we hebben dat nog gezien met Tsunoda, is er ook doorgereden. Absoluut. Goed, het is niet aan te raden, maar het kan. Ja, het kan zeker. En is er niet vol voor gegaan, waarschijnlijk door de reden dat je zegt, oké, moet je proberen misschien toch erdoor te gaan en dit en dat. Maar het is altijd makkelijk vanuit onze zetel. Tuurlijk, maar daarom zitten wij ook niet in die wagen. Maar ik denk wel dat het mentale aspect, dat we dat niet mogen onderschatten, wat er bij Sergio Perez gebeurt de afgelopen maanden. Want dit is nu al sinds de zomer eigenlijk, dat hij constant kritiek krijgt, constant vragen krijgt over vrees je voor je job, geruchten. Hij leest en ziet alles ook. Hè. En het is heel gemakkelijk voor ons inderdaad om daar kritiek op te geven. Het is een mens ook, hè, gewoon. Voor Perez moet het jaar van de hel zijn voor die gasten. Ja. Het is verschrikkelijk. Hè. Ik bedoel, er is niks zo erg, denk ik, als in een goede auto niet kunnen presteren. Of toch zeker al een lange periode, dat nu toch al lang bezig is. Iedereen inderdaad ziet het. Je leeft onder een microscoop. Alles wat je doet is fout misschien. Dus het is heel moeilijk om daar recht te zetten. Hè. En absoluut, gisteren hebben we in de studio ook over van hoe gebeurt zoiets? Is dat overmoed? Is dat... Nee, ik heb toen ook al aangegeven, en dat vind ik echt zo, dat mentale, dat speelt super hard. Het zou raar zijn als dat niet meer speelt. Ik bedoel, het is toch vreemd dat je even neutraal aan die race begint na een seizoen dat grotendeels slecht loopt. En wanneer je een kans hebt voor eigen publiek, dat is zo sterk achter je staat. Bedoel, het oplapwerk voor de psychologische team dat Red Bull hopelijk heeft. Ja, ik hoop het echt. Maar het gaat gigantisch veel zijn. Hè? Het is vrijdag is het al opnieuw koers. Hè? Ja, inderdaad. En als je dat publiek daar in Mexico ziet, is bijna sterker dan in Nederland voor Max Verstappen. De echte pure steun. En hij heeft zelf ook gezegd, hè, van als dit had gelukt, dan was ik de held geweest. En dat is niet gelukt en dat is de anti-held geworden. En daarin geeft hij eigenlijk toe dat het emotioneel is een stukje. Ja, tuurlijk. Dus dat is dan ook een beetje... Ja, doe je dat niet vanzelf als sporter? Als iets misloopt, denk je, wat had er kunnen gebeuren? Ik denk dat dat een logische redenering is. Hè? Sowieso, maar... Je bent er niks mee. Je kunt er niet te lang in blijven hangen, in ieder geval. Dat is het, hè. En dat heb ik dan bijvoorbeeld van mijn ervaring terugkeek. Bijvoorbeeld, ik heb samengewerkt met Rossi. En hij is begonnen in de auto's. En hij is ook 9 keer weer kampioen geweest, moto. En uiteindelijk, wat ik daar ook van geleerd heb, en ik denk dat Verstappen daar ook wel echt goed in is gewoon als hij fout maakt of als hij iets slecht doet, een uur kun je mee bezig zijn, maximum, een half uurtje. En dan gewoon weer verder. En dat is wel... Allee, je kunt ook niet anders. Ja. Het is het een achter het ander. Dus hopelijk kan hij die relativeringsvermogen. Ja. Een kort geheugen hebben gewoon. Dat is in heel veel sporten belangrijk. Ik weet het, in het basketbal, waar ik vooral in zit, is het ook zo, als je 5 shots op rij mist, je mag daar niet... De toppers die vergeten dat en die blijven hun ding doen. Voilà. De iets mindere golden die denken, ik heb dat daarnet, heb ik dat gemist, dus ik ga het niet nog eens doen. Ja, nee. Dat mag je niet vermijden, die gevaarlijke situatie bijna, om niet nog eens die fout te maken. Ja. Terwijl ten eerste... Je kunt niet al beter worden door fouten. Zeker. Je wordt veel beter door fouten. Winnen is ergens makkelijk. Als dat gebeurt, dan gebeurt dat. En dan loopt alles vanzelf. Maar verliezen is veel moeilijker. Maar inderdaad, ik denk dat die echte goden, zoals een Rossi ook, waarom komen die ergens? Omdat inderdaad, dat proces van teleurstelling, dat duurt zo kort, dat die bereiken al een tijd op sneller iets. Hè. Die laten er gewoon minder tijd over gaan. Mensen die gefrustreerd zijn over een fout die ze maken, het duurt 2 weken, ja, dat heeft dus 2 weken gekost in uw carrière. Dus daar zitten we eigenlijk weer niet mee bezig met de toekomst. Het is allemaal logisch, maar ja. Het is heel moeilijk om te accepteren. Absoluut, het is heel gemakkelijk gezegd voor ons ook natuurlijk. Ik ben heel benieuwd hoe Perez vrijdag aan de start van die kwalificaties in Brazilië gaat staan. Want het gaat heel snel moeten gaan, daar gaat hij echt snel over moeten geraken. Natuurlijk, dat Daniel Ricciardo ook als 4e gekwalificeerd was, dat was echt het slechtste eigenlijk dat op voorhand kon gebeuren voor hem. Net de man die hem zou vervangen, waar al zo lang gefluisterd wordt, die dan in een mindere wagen, in een AlphaTauri, sneller is dan hem in de snelste wagen. Ja, ik denk wel persoonlijk dat hij iets minder... dat heeft sowieso wel ergens een invloed, maar ik denk dat hij kleiner is dan het feit dat hij in Mexico aan het rijden was. En ook omdat, als we even kijken wel naar de pace van Perez, dat is dan misschien het goede dat hij dat weekend kan meenemen. Hij zit wel nooit zo dicht bij Verstappen sinds dat het slechter is beginnen gaan. Dus dat is positief. Hè? Dat betekent dat het er nog altijd ergens in zit, hè? Als het eruit kan komen. Dus dat is denk ik wat hij moet meenemen naar deze week, naar de volgende race. Van goed, de pace was er en die fout is gebeurd. En goed, ga verder. Hè? Hebben jullie een verklaring voor die goede kwaliteit van Daniel Ricciardo? Want AlphaTauri in de top 5, ook al hebben die ineens pace gevonden, dat is iets dat ik niet had zien aankomen. Nee, maar het is blijkbaar, het circuit is hoog gelegen, dus daar heeft er al iets mee te maken. En blijkbaar heel low grip. Ik heb er nooit gereden, dus ik weet het niet. Dus hij had blijkbaar banden ook gespaard voor dan nog voor 2 sets in Q3 zeker. Dus ik heb het niet zo dichtbij gevolgd, maar ja, dat kan zo net genoeg zijn om... Maar ja... voor hetzelfde geld volgende week... deze week... ik denk sowieso dat het was een speciale context daar. Met die hoogte verandert eigenlijk die aerobalans helemaal, want je rijdt met veel downforce, maar je hebt een equivalent van een downforce level zoals in Monza, waar een heel lage downforce level is. Dat betekent dat je eigenlijk, omdat er zo weinig drag is op het rechtstuk dat je tegenhoudt, die wind of die lucht waar je door moet, kun je heel veel downforce gaan zitten voor in de bochten. Dat kan maken bij zo'n concept van een auto dat AlphaTauri dan blijkbaar heeft, dat die balans zo shift dat plots een hele goede auto wordt. En ik denk dat wel... ik verwacht u niet ineens in de top 5 te gaan finishen in quali in alle resterende races. Ik denk niet dat dat realistisch is. Maar ik denk wel dat voor hem belangrijk was, voor de Danny Rick, om dat mee te maken. En het maakt het ook heel interessant voor Red Bull wat er de komende weken en maanden gaat gebeuren. We hebben het hier al genoeg over gehad. Wij kunnen het niet weten... Maar ze gaan er wel een beslissing moeten nemen binnenkort. Geen boegeroep voor Verstappen na de race, dat was verrassend. Wel voor Charles Leclerc. Maar wat dat die mensen anders kunnen doen. Die heeft als er nu één iemand is die zeker niet in de fout is gegaan, dan is het toch wel Charles Leclerc bij dat incident. Ja, tuurlijk. Maar goed, we hebben het er al uiteindelijk over gehad. Maar ja, je kunt ook zeggen, hij rijdt op de achterkant van Perez. Dus dat is hem schuldig. Dus ja, waarschijnlijk zijn de supporters niet zo neutraal. Allee? Ja, dat viel ik op. Dus goed. Uiteindelijk is dat niet altijd ook zo in voetbal. Boegeroep en alles. En, ik volg het niet echt, maar ik hoor altijd maar, inderdaad. Dus... ik vind wel ergens dat hij niet slecht is. Ik vind het wel tof dat leeft. Oké, dat boegroep is natuurlijk niet leuk, maar ik denk ergens volledig te verwachten. Ja, het is al, zolang dat niet verder gaat, dan... hij heeft geen 2 bodyguards moeten meenemen, zoals Verstappen op voorhand al. Dat vond ik is wat lachwekkend. Ik snapte waarom het gebeurde, maar dat moest is eigenlijk hallucinant. Ja, tuurlijk. Het was eigenlijk gewoon een rode lap voor een stier, hè? Oh, als je het letterlijk bekijkt. Heel schoon. Red Bull. Hey, dat is binnenkoppen. Daar is over nagedacht. Maar je merkte wel bij die interviews dat Leclerc echt wel raakte, dat boegroep. Hij vond dat lastig, maar ik denk ook dat hij een persoon is dat hij eigenlijk waarschijnlijk nog niet zal meegemaakt hebben in zijn carrière. En die eindigt aan het podium, dus op zich heb je een goede race. Je stond op pole de dag ervoor, dus je hebt een heel goed weekend. Dus dan is dat denk ik lastig en hij zet er wel duidelijk mee in. Ik denk dat hij ook op het moment zelf wel besefte dat hij de held van het land waar ze aan het rijden zijn, van een publiek dat zo gepassioneerd is, dat hem eraf rijdt in de eerste bocht, weten, wat dan uw schuld is of niet, dat is nooit leuk, denk ik. Hij wou het land nog uitgeraken. Ja. Heel graag. Maar het is wel een enorm gepassioneerd volk. Hè. We hadden een wedstrijd in Argentinië en Uruguay. Dat is ongelooflijk hoe ook de rijders, hoe passioneel dat ze zijn. Dat zo zijn. Dus, uiteindelijk wat dat Dr. Marco gezegd heeft... je ziet dat toch wel meer bij Tuurlijk, het is temperament. Dus ja, het is echt temperament. Het is echt, dat is op zich en ik kan dat wel geloven dat dan die mensen daarin meegaan. En, maar ja, op een bepaald moment zou je jezelf niet veilig voelen. Dus ik zou daar meer mee inzitten. In Leclerc zijn plaats, maar ja, bon. Misschien was dat de reden dat hij zich zo verontschuldigde. Hè? Dat was echt zo'n uitleggen van, allee, gast, snapte niet dat dat niet expres was? Leclerc staat op de pole, derde geëindigd. Heeft hij alles uitgehaald, volgens jullie, uit die Ferrari? De Ferrari was wel ongelooflijk snel op het rechte stuk. Ja, zeker in vergelijking met de Mercedes die stilstond. Ik denk dat hij het meeste er wel heeft uitgehaald. Soms... Ik stel mij nog altijd soms wel vragen bij de kwaliteit van de strategische beslissingen van Ferrari. Niet als ze mega de ballen misgeslagen, maar de timing soms van pitstops en de vele vragen daaromtrend, ook naar hun piloten toe, ja, die dan daarmee moeten gaan bezig zijn. Dat kan eigenlijk nooit bevorderlijk zijn, denk ik, voor de prestatie. Ik denk dat dat nog altijd wel hun een paar procent kost. Ja, absoluut. En ik denk dat was het in Amerika ook, dat ze zeiden, en kun je nog lang zo rijden, of wat denkt je ervan? Maar je weet niet wat aan de ander doen. Dus uiteindelijk, sorry, maar mijn ogen, stomme vraag is aan een rijder. Je kent de situatie niet van de rest. Dus zij moeten uitreden, oké, als je een half seconde of een seconde verliest op die pace, dan komt het daaruit. Allee, ze hebben alles om te voorspellen. En ik vind dat zo raar om dat nu nog, met al de middelen, dat ze hem te vragen. Je kunt het niet, als rijder kun je het niet weten. Je weet het ook weer zo? Ja, zo. Ja. Blijf bij plan A, en dan plan A, en dan nog eens plan A. Het was gelukkig gewoon die plan How F many laps? Zo, question? Ja, question. Ik snapte dat het een vraag was. Luigi, dank u. Dat is altijd zo goed. Lewis Hamilton dan. Tweede geëindigd gisteren. Ja, opnieuw het levende bewijs van iemand die toch elke keer weer motivatie blijft vinden om zijn kwaliteiten en zijn talent te tonen, ondanks alles wat die mens al bereikt heeft. Hè. Ja. Al die overwinningen, meeste poleposities ooit, 7 wereldtitels gewonnen. En toch blijft hij die motivatie vinden, ook op zijn 38e, om daar alles uit te halen. Soms, hij heeft het zelf ook toegegeven, in een interview, het lukt me niet altijd om dat te vinden, maar nu weer wel. Ja. Ik vind dat vaak heel straf om te zien. Dus uiteindelijk, hij heeft beslist na... 7 wereldtitels? Of, nee, ja. Heeft hij beslist om verder te gaan, dan is het begin minder gaan. Zijn schuld natuurlijk niet, of gewoon de auto die minder goed was. En dat is nu het derde jaar, zeker? Ja. Tweede jaar eigenlijk sinds die... Ja, het tweede volledige jaar. Ja, dat hij inderdaad. Ja. En ik denk dat je... Ik kan mij wel voorstellen dat je die goede periode vergeten bent en je kunt daarop verder leven en zeggen, ik was wereldkampioen, dit en dat, maar uiteindelijk zit het maar zo snel of zo goed als je laatste wedstrijd. En ik denk dat hij nu in een nieuwe periode zit. Hij zit nu, ik moet echt die Max nog kunnen verslaan voordat ik op pensioen ga, denk ik dan. Dat moet dan de drijfveer en geld waarschijnlijk ook een beetje. Maar... beetje veel. Maar dus... Ik denk, als hij wilt in die zone geraken, als hij daar genoeg kracht of motivatie voor vindt, of drijfveer inderdaad, dan is hij eigenlijk ook altijd wel uitstekend, hè. Het is eigenlijk enkel wanneer het hem niet in die zone zit, hem niet goed is. Dat vind ik wel, bij Hamilton altijd wel heel knap om te zien. Dat die pure kwaliteit is eigenlijk er nog altijd, na al die jaren. Maakt niet uit dat hij in toch wel een auto zit die een pak minder goed is dan de Red Bull. En als je hem dan in direct vergelijkt met Russell pakt, presteert hij nu zeker de tweede helft van het jaar consistent beter. En ik denk ook dat het altijd een goede zaak is als Hamilton in een grote prijs een fout heeft gemaakt. Een paar weken geleden was het zo, hij gaat in de fout daar, hij verontschuldigt zich meteen bij Russell en sindsdien heeft hij ook weer een klik gemaakt van oké, nu moet ik iets rechtzetten, want ik heb iets minder goed gedaan. En het is echt het toonbeeld van oké, ik heb even gefaald, tussen aanhalingstekens, nu is het laten zien hoe ik daarvan terugkom, daarvan weerbots. En dat is elke keer opnieuw bij die gast, als hij in de fout gaat, dan wordt hij de weken daarna zoveel beter. Ja, inderdaad. En ik denk dat er heel veel gelijkenissen zijn tussen Verstappen en Hamilton. Ook nog met natuurlijk andere piloten die misschien niet meer in de Formule 1 zitten, maar dat is minder relevant. Absolute grootheden, hè? Ze zijn heel snel op een pure snelheid, 1 ronde. Maar ze zijn ook gewoon... heel goed in een consistente prestatie neerzetten. En dat bedoel ik, zonder fouten te maken. Hamilton zie je bijna nooit een fout maken tijdens een Grand Prix. Als hij een fout maakt, dan is het zo'n grote fout als in Qatar. En dan is het ook direct gedaan. Maar zo kleine foutjes die dan zijn gemiddeld tempo bepalen, eigenlijk nooit. Hè. Nee. Dus, wat moeten we nu van die Mercedes denken? Want dan kijken naar Russell, die heeft het heel moeilijk. Die is zesde, klaagt over oververhitte remmen en heeft zelf gezegd... ik had geluk dat ik nog... als zesde ben geëindigd. Maar het is heel moeilijk voor mij toch om die wagen nu goed te kunnen inschatten. Als je kijkt hoe gemakkelijk Hamilton daar ook mee gereden heeft. Hij heeft na de race ook gezegd van ja, ik had eigenlijk weinig moeite vandaag. Ja, ik heb er eigenlijk niet echt... ik heb er geen antwoord op. Ik zou gewoon iets in mijn botten slaan. Kijk, eerlijkheid, dat apprecieer ik niet. Nee, maar ja, er zijn zoveel factoren die dat kunnen beslissen. Een slecht set band kan ook een van de factoren zijn. Je weet niet wat er nu gebeurt, zoals je daarnet zei. Had Hamilton echt wel een stuk beter nu de tweede had, of duidelijk beter, de betere van de twee. Misschien is er iets gelijklopends. Had de auto iets meer naar de rijstijl van Hamilton met de updates. En dat hebben we eigenlijk ook gezien met Perez en Verstappen in het begin van het jaar. Misschien is zoiets, ik weet het niet, moeilijk te zeggen. Waar we het in de uitzending ook heel even over gehad hebben, Sam, dat is Norris en Russell. Die twee nog altijd jonge Britten. Allebei hun 101ste grote prijs al gereden gisteren. Dat is al waanzinnig, dat die al aan 101 zitten. Maar hoe moeilijk het ook is om in te schatten wie nu eigenlijk het vers staat. Als we dan kijken naar gisteren ook, wat Norris opnieuw gedaan heeft, op een circuit waar McLaren het niet per se altijd gemakkelijk heeft gehad. Ik ben heel, heel hard onder de indruk van Lando Norris, wat hij zeker sinds de zomerstop in een goede McLaren uiteraard, maar wat hij opnieuw laat zien. Ja, absoluut. Ik denk dat... Soms moeilijk voor mij wel, vind ik, dat in de aanloop naar de Formule 1, hij komt uiteindelijk uit een rijke omgeving, hij had de kans om bij de beste teams te zitten, Lando Norris, vanaf de karting al uit. En eigenlijk in de aanloop naar de Formule 1 was hij niet zo onderscheidend goed. Hij was goed, omdat hij natuurlijk heel veel reed en hij zat bij het beste team, ook in Formule 3 en zo. Maar ik vind wel dat hij duidelijk, denk ik, misschien door zijn intelligentie een stuk... wel in de Formule 1 dat wel begint te doen. Zijn prestaties zijn heel, heel goed. Zeker in een team dat er nog niet al is. Ik denk dat de vraag gaat zijn, gaat hij dat op dezelfde manier kunnen doen als hij bij een topteam zit? Een echt topteam dat er echt is om te winnen. Dan weet ik het niet, dan moeten we zien of hij dan echt zo'n wereldkampioenschapmateriaal is. Maar hoe dat hij het nu doet in een positie waar sowieso wel iets minder druk op staat, is wel supergoed. Maar dat ben ik niet daarvoor altijd in een positie die wel onder druk staat. Dat heb ik al gezien. Hè. Fred, kan jij het al inschatten wie het vers staat in zijn ontwikkeling voor jou? George Russell of Lando Norris? Ik zou George Russell hoger inschatten. Maar ik heb niet genoeg. Ja, fijn, het is meer een buikgevoel. Zoals Sam zei, Lando Norris komt echt... heeft zich echt ingekocht, 100%. En alles, ook als hij Formule 2 reed, had hij al 2 jaar gereden met een privé. En dan komen ze toe en dan zijn ze onmiddellijk snel. Ja, ik heb daar wat moeilijk mee. Maar uiteindelijk maakt het ook niet uit hoe dat je in de Formule 1 komt. Maar het is hoe dat je ermee omgaat nu. Ja, ja. En hij doet het zeker een stuk beter dan dat ik zelf zou verwachten. Had hij geen fouten gemaakt in quali nu? Dus dat is dan... Oké, je doet dan wel goed in wedstrijd, maar... hypothekeert zijn eigen kans toch wel, dus dat is nog niet goed genoeg dan zou ik zijn. Maar het is wel duidelijk dat de rijstijl van de McLaren hem goed bevalt. We hebben dat duidelijk gezien met Ricciardo. Ricciardo kon daar niet meer rijden. Ja. En uiteindelijk had hij het Perez-verhaal. Heeft hij hem het Perez-verhaal beleefd dat Perez nu heeft. Absoluut. Dus dat is zo... Afhankelijk ook van als dat niet je rijstijl is, dan rijden niet. Dan rijdt een auto met u en dan rijdt jij niet met een auto. En dat is een groot probleem. Maar ik zat Hamilton heel goed in en Russell deed toch wel vaak beter, of toch zeker op hetzelfde niveau, dan nu weer niet. Dus het is echt, ik vind dat wel moeilijk om daar alleen een duidelijk... Ja, het is buikgevoel. Er is ook altijd recency bias. Hè? De laatste maanden gaat het zo goed met McLaren en doet Norris het zo goed. En hebben we gisteren gezien hoe Norris voorbij Russell rijdt. Met een heel mooie manoeuvre, passeert hij hem. En dan blijft dat natuurlijk langer hangen. En dan is het gemakkelijk om te vergeten wat er zoveel maanden geleden is gebeurd. Hoe Russell toen bijvoorbeeld was. Of zelfs bij Williams. Hè? Ik bedoel, toen bewierokte bij Russell elke zaterdag. Een beetje dezelfde stijl. De Albon het ook nu doet dit jaar. Was hem uitmuntend goed in een auto die duidelijk veel minder goed was dan de rest. Dus dat is wel waar. Gebaseerd wel tot op het laatste feit dat je in je hoofd blijft hangen, zeker. Maar Norris, wat ik dan wel knap vind, is... Heeft hij slechte quali? Maar het is nog altijd geen gegeven om dan van 17 naar 5 te rijden in de race zelf. Ja. En de manier waarop vond ik heel volwassen gereden. De rode vlag heeft ook wel geholpen, zeker? De rode vlag heeft geholpen. Hij was, denk ik, voor de rode vlag was hij al op 30 seconden van de eerste gasten. Dus dan was hij er nooit natuurlijk geraakt. Maar ja, bon, is wel een van de weinigen geweest. Die rode vlag heeft geholpen, maar de herstart bij hem was heel slecht. Ja. Ik bedoel, hij werd daar echt gesandwiched. Ja. Was daar echt tricky. Hij heeft echt van het gas moeten gaan. Veel plaatsen hebben verloren, denk ik 4 of 5 zelfs. Die is eigenlijk een van de weinigen geweest die gesliced is doorheen het veld erna. Hè. Er zijn weinig inhaalmanoeuvres gebeurd. En hij is degene geweest die los het meeste heeft gedaan. En op een heel zuivere manier. Scherp van de snee, maar zonder mensen aan te tikken. Dus ja, toch wel gewoon een heel goede prestatie. Oké, die rode vlag, die crash van Magnussen. Eerst en vooral stevige klap. Ja. Het is nog eens het bewijs, en we moeten dat blijven herhalen, hoe, tussen aanhalingstekens, veilig de Formule 1 is geworden. Want deze klap 20 jaar geleden, dat had er helemaal anders uit kunnen zien. Maar Frederik is iemand zonder schrik, dus dat is echt de slechtste man om te vragen. Nee. Leg uit, Sam. Er zijn mensen die dat niet, die achtergrond niet kennen. Hè? Geef een verhaal. Dat is toch de impressie dat hem ons altijd geeft, denk ik. Is heel goed in starts nemen, in risico's pakken en... lijkt altijd redelijk unimpressed uit te stappen als dat dan gebeurt. Dus, dat is dan zo, ja. Ik weet niet, dat geeft toch de indruk dat er weinig schrik aanwezig is. Is dat zo, ja. Frederik? Heb je geen schrik in de wagen? Totaal niet? Jawel, ik denk wel na over bepaalde zaken. En wat voor mij het meest beangstigend is dat ik zonder rem zou vallen. Ja. Ja, maar dat is het. Bijvoorbeeld op de Nordschleife neem je hoge snelheid, heb je niet veel marge. En ja, dan passeert dat soms een keer. Maar gelukkig niet te veel. Heel zelden. Wat er gebeurt, is ook wel heel opvallend. Ik heb nog niet vaak gezien dat zo'n ophanging op zo'n moment bij een Formule 1-wagen, zeker de laatste jaren, gewoon, dat hij dan gewoon zo afbreekt. Maar Sam, we hebben het daarvoor ook gezien. Hij gaat kort daarvoor van de baan. Zijn auto krijgt een stevige klap. Kan het zijn dat daar die schade opgelopen wordt? Ik denk dat dat wel kan, omdat ten eerste zit aan hoge snelheid, dus veel load. En er was toch wel... Het was heel bumpy, leek het toch wel naast het circuit te zijn of buiten de lijnen. En heel vuil. Ik weet niet, het is een beetje moeilijk. Is hij daar breed gegaan omdat er al iets begon los te komen? Langs de andere kant, en meestal gaat het dan snel als het loskomt. Maar ophanging is toch ook wel op een Formule 1-wagen iets redelijk fragiel. Dus... Ja, het is een heel raar gegeven en zoals je ook zelf zegt, gelukkig zien we het niet vaak bij teams gebeuren. Hè. Het is dan wel pech voor Haas dat het bij hun gebeurt. Ze zitten al in een fase die echt, ik vind het zeer slecht is. Er is gewoon geen duidelijkheid over waar dat team naartoe wilt en wat ze aan het doen zijn. Maar het wiel stuurde al in en Magnussen nog niet, dus dat loopt fout af. En ik zag wat er van die wagen overbleef achteraf, en dan weet je hoeveel geld het gaat kosten. Ah, ik weet niet hoeveel, maar het gaat veel. Hoeveel? Ik wist dat je die vraag ging stellen toen ik het zei. Ik wist dat je die vraag ging stellen. Ja. Want Jean gaat niet content geweest zijn. Ja, denk ik niet. Ik zal het zo zeggen. Nee, inderdaad. Het zijn 2 crashjes geweest. Er zijn een paar incidenten geweest natuurlijk. Er is een incident met Lance Stroll geweest, maar vooral Yuki Tsunoda. Wat vonden jullie van het incident of die incidentjes tussen Tsunoda en Piastri? Sam? Nee, ik vond Tsunoda is denk ik al een heel sterk seizoen bezig. Doe op zich wat er van hem verwacht wordt. En dat bedoel ik puur in tijd, in race pace. Of zelfs in single lap pace, in quali. Er werd vorig jaar veel meer gezegd van, er zijn zo korte flitsen van succes en snelheid, maar niet genoeg. En dat heeft hij denk ik wel leren doen, consistent. Maar er komt altijd wel die emotie bij hem bij en de afwerking ook daar is vaak niet goed genoeg. En eigenlijk spijtig, hè? Hij heeft dan weer een weekend dat sowieso gehypothekeerd is met van achter te moeten starten met die motorchange te doen. Helpt Ricciardo heel goed in quali. Echt schoolvoorbeeld van hoe het moet. Wat niet gemakkelijk is, zo slipstream geven en dan aan de kant gaan. En dus doet alles juist. En dan denk je in de race, waarom moet het dan? Dus dan wordt hij toch de ronde ervoor, omdat dat inhaalmanoeuvre op Piastri niet lukt, blijkbaar zo uit zijn kot gelokt, zo, ik weet niet, moet ik het zeggen, ja, dan ontvlambaar, oncontroleerbaar worden, dat hij de volgende ronde dat moet doen. En dan denk ik wel, bij de complete analyse van hem als piloot, dan is het pakket er niet om echt top te zijn in een Formule 1-team. Dat is toch zeker niet om door te stromen naar naar misschien het zusterteam. Of naar een ander topteam. En zeker als je kijkt ook wat voor gevolgen dat heeft. Want AlphaTauri stond laatste. Ja. Hadden twee rijders in de punten kunnen hebben. Hadden dichter bij Williams, veel dichter bij Williams kunnen komen. Dat maakt echt, dat is tientallen miljoenen verschil om tiende te eindigen of om zevende te eindigen. Voilà, maar dat is ook de job snappen. Hè? De job is niet altijd de snelste zijn, of de job is niet altijd spectaculaire acties uithalen. Soms kan de job zo simpel zijn als je dat er punten binnenkomen en als je in die positie zit en je hebt de snelheid, dan moet je dat ook leren aanvaarden. En daar lijkt het dan te ontvlambaar voor te zijn. En dat is wel iets waar ik vind dat als topteam een gevaarlijke eigenschap is om in huis te hebben. Soms moet je beseffen dat het om het team gaat en ja, vrede nemen met een bepaalde positie. Dat is eigenlijk het enige waarover het gaat. Hè. Maar dat is raar, dat is nu toch een paar jaar en dat hij dat toch niet... Het is een derde seizoen al. Hè? Je zit ook bij de psycholoog. Hè? Misschien bij dezelfde als Perez. Die gaat goed verdienen. Die gaat goed verdienen. Ja, Marco met een pruik op. Heeft geen werk geleverd. Maar het is echt... Maar bij AlphaTauri, zo'n één incident, dat kan ook wel grote gevolgen hebben. Want zevende eindigen, nu staan ze achtste. Natuurlijk. Dat is een gigantisch verschil. En daar kunnen ze Tsunoda ook wel op afrekenen. Zo'n contract voor volgend jaar ligt al vast, dus dat gaat geen probleem zijn. Maar het gaat altijd over reputatie in de Formule 1 ook. Hè. En dit is natuurlijk wel iets dat niet helpt. En als je dan hoort zijn reactie achteraf... krijgt nog wat informatie en dan wordt hij kwaad op zijn ingenieur. Ik wil geen informatie meer, eigenlijk laat me gewoon met rust. Als je zelf zo'n fout hebt gemaakt, ik vind dat vreemd dat je dan zo durft te reageren. Is dat dan te weinig zelfbesef? Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk dat gewoon, ja, zoals je al zei, geen controle over... Je hebt zo'n rijder, hè. Is dat gewoon de situatie niet goed geanalyseerd? Nee, het is dat, hè. Dus ik ben er absoluut mee akkoord. En in die situatie moet je 100% nederig zijn. En, of alleen maar kwaad op je eigen. Maar ja, dat is misschien zijn manier om te ventileren. Of, na de race wilde hij er niet op reageren. Toen de vraag gesteld werd, was het no comment. Ja, dat bevestigt waarschijnlijk nog meer het besef van de eigen schuld misschien. Hè. Dan is het is heel moeilijk om op iets in te gaan als je weet dat het aan jezelf ligt. Het is heel gemakkelijk om er veel over te praten als het niet aan jezelf ligt. Dus dat bewijst misschien dan genoeg. Hij is heel explosief. Ik denk... Ik heb dat ook wel op momenten. Ik denk de Frey ook wel. In een auto kunnen heel emotioneel zijn, maar dat is ook wel omdat je ziel erin ligt. Ik weet dat Gert Vermeers er heel streng voor is. Dat is niet altijd zo gemakkelijk als je in een raceauto tegen 200 en zoveel risico's pakt en zo. Dus daarin vergeef ik hem nog wel. Maar hij moet gewoon zien dat zijn acties on track, dat mag niet te veel reflecteren daarop, vind ik. Ja, het was ook gewoon een domme move die hij maakte daar. Hè? Het was een volledig onnodige move. Ja, en er leek het uit kwaadheid te komen. Waarom? Hij stuurt daar... Het is niet zoals Perez, want het is een helemaal andere situatie. Ze zitten met twee auto's en niet met drie. En ook geen start, maar... Het is in dezelfde bocht en hij komt er ook te vroeg naar binnen, maar nog veel vroeger. Hij probeert eigenlijk op een heel intimiderende, agressieve manier gewoon Piastri af te remmen en te zeggen van, ik ga nu deursluiten. Snap je? Van, jij moet zelfs niet eens beslissen of je dat gaat doen, ik ga dat voor u doen. Als je dat wilt afdwingen, dat is wel... dat is zeer optimistisch. Hij heeft ballen, dat kunnen we wel zeggen. Ja, dat wel. Esteban Ocon, die heeft ook ballen. Allee, hoop ik voor hem. Maar heeft alleszins voor het grappigste moment van heel het weekend voor mij gezorgd. Trash talken, ik ben helemaal pro-trash talken. In Amerikaanse sporten gebeurt dat de hele tijd. Ja. Maar als je aan je eigen garage gaat zeggen dat ze bij een andere garage klaar moeten zijn, want dat hij een move gaat maken... Ja. Ja, Frederik, als je dat doet, dan moet je iets heel graafs doen, iets heel cools. Ja, maar dat zal ook wel waarschijnlijk frustratie zijn, zeker... Ja, maar dan op een andere manier geuit. Hij zei het met zoveel vertrouwen, hij zei het met zoveel cockiness eigenlijk van... Hij was heel zeker van zijn stuk, denk ik. Kijk maar, hier kom ik. En ik denk ook wel dat... Ik vind dat wel echt geen grap een effect is van de mediatisering van die sport. Wat ik voor een groot stuk goed vind, want dat heeft... alle racers ter wereld geholpen. Ten eerste dat mensen onze sport beter begrijpen en alles wat erachter zit. Maar je ziet ook wel dat ondertussen weten die piloten, dat zijn ook persona's geworden. En die weten ook dat dat wordt geaired, snap je? Dus dat is echt wel cool als je dat kunt zeggen en je kunt dat nog eens doen. Ja, stel dat dat lukt, dan wordt dat opgeblazen en geromantiseerd. Dat doet de Formule 1 ook op hun eigen kanalen. Maar natuurlijk, als het dan niet lukt, dan gaat het ook wel keihard op hun bek. Het enige goede is, denk ik, voor hem dat hij uiteindelijk er voorbij is geraakt. Na 15 rondjes of zoiets? Het heeft veel te lang geduurd. Maar ja, hij had het, denk ik, nooit moeten zeggen in the first place. Ik vind dat echt fantastisch. Ja. Ik vraag me ook af, als die dan na de race, als ze die debrief hebben, dat komt toch sowieso aan bod? Ja. Esteban, Daren. Ja. Ja. Als je zoiets zegt. Ik denk dat wel. Ja, moeilijk te zeggen. Hè. Ze zijn, bijna Alpine zijn ze nu natuurlijk wel zelf ook wel bezig met hun team te linken aan heel veel van die topsporters. Daar hebben we vorige keer ook over gehad. Dus ze zijn ook wel heel hard bezig met dat mediagegeven. Dus in die zin zullen ze misschien een beetje vergeven. Maar ja, het is wel, het mag geen gewoonte worden, denk ik. Ja, vergeven ze. Maar het mag zeker een gewoonte worden, maar dan moet je het ook direct doen. Ja, maar dat is natuurlijk iets dat je nooit weet. Maar dat is met alles zo. En dat, ja, dat maakt de grote... Daarom zou je het misschien niet moeten doen. Dat maakt de beste trashtalkers net zo legendarisch, omdat die het zeiden en dan ook het daarna bewezen dat ze het met een reden zeiden. Dat maakt die goede trashtalkers zo geweldig. Maar dan zit Ocon in mijn ogen niet op een level van Verstappen die dat wel kan zeggen en ook doet. Het is... Ja, ik vond het fantastisch, echt. Logan Sargeant. Daar wil ik nog heel even over hebben. Dat is heel vreemd. Dus die rijdt op de 12e plaats rond. En in plaats van op het einde nog voorbij de geblokte vlag te rijden, rijdt hij de pits in. We hebben nog altijd geen deftig antwoord gekregen waarom dat zo is. Want nu we dit opnemen, heeft hij er in de interviews gisteren ook niet deftig op gereageerd. Dus die speculeren voor ons. Waarom zou je dat doen? Is dat dan schrik hebben dat je misschien die laatste ronde niet meer binnen gaat geraken? Maar dat is toch heel vreemd. Hij was er, hè? Hij moest gewoon nog... Hoeveel meter verder rijden? Maar een sergeant die volgt alle orders toch strikt op. Dus ik denk misschien dat het toch wel een order moet geweest zijn van het team. Of je had weer last van heatstrike. Ik hoor toch misselijk. Logan, nog één bocht. Nee. Ik heb het moet denken naar mijn lichaam. Ja, het was... Allee, het is wel de enige dat in Qatar heeft opgegeven in die zin, maar... dat is wel... Pas op, we hebben hier geen reden voor, of toch nog niet gehad, maar het is wel... Hij gaat dat niet zelf beslissen, normaal gezien. Hè. Normaal dus niet, er moet wel iets komen van... Soms zeggen ze echt wel van, je moet een auto nu retiren, want als je nog één ronde verder rijdt, dan draait alles in de soep. Ja, dan kost het hun zoveel en je rijdt toch... Het moet wel zoiets zijn, maar het is dan wel raar dat er geen radio-message komen is of zo. Ik heb die radio-message op dit moment, nu we dit opnemen, is die nog niet... Ja. Nee, ik heb hem niet gevonden in ieder geval. Ik vond het heel vreemd om te zien. Maar hij heeft natuurlijk ook geen punten opgegeven. 12, dat zijn geen punten. Ja, en weer, dat is toch een resultaat. Maar ook weer in quali die 10 plaatsen gridstraf wat hij krijgt om onder geel Tsunoda, denk ik, voorbij te steken in de eerste sector, toen Alonso gespint was. Ja, ik zie geen enkel reden waarom hij zijn zitje zou behouden, buiten natuurlijk de echte reden dat hij als Amerikaan interessant is het is voor een laatste, maar... nog altijd het laatste vrije zitje. Het feit dat het ook al zo lang officieel vrij is, is in mijn ogen ook al veelzeggend dat ze gewoon nog niet goed weten wie ze er moeten zetten, maar dat het Sargeant al zeker niet wordt. Ja. Tja. Ik weet het ook niet. Een andere soldaat. Er zijn nog wel andere Amerikanen ook zeker, hè? Ja, op zich wel. Ja, wie? Of vanuit de Indycar, er toch een aantal die stevig kunnen rijden. Hè? Newgarden. Ja. Het zijn er een paar, maar je hebt de Mexicaan ook. Pat Howard, maar die is dan gelinkt aan McLaren. Dus er zijn wel een paar, misschien dat zelfs investeerders iemand dan. Ja, allee, met dat Pat Howard in Indycar, gigantisch aantrekkelijk piloot, is heel agressief, altijd overal vergaan, snel. 1000 keer betere optie in mijn ogen dan Logan Sargeant. Misschien neemt hij iets minder geld mee. Ja, komt nog tijdens een heel rijke Mexicaanse familie. Dus, maar je weet niet welke redenen er soms allemaal achter zitten. Hebben jullie een verklaring voor de diepe val van Aston Martin? We hebben dat team hier bewierookt, weken, maanden aan een stuk, voor de zomerstop. En het is echt daar van de hemel naar de hel gegaan. Zo'n diepe val, je kan terugvallen, want dit is wel heel diep. Ja, misschien was het nu wel extreem. Ik las ook iets dat Alonso wat debris van de eerste startcrash mee had en dat hem wat gekost heeft. Hij was ook niet tevreden over zijn eigen. Dus dat, voor mij wil dat zeggen dat je niet met vertrouwen rijdt. Je weet dat een auto sneller kan, maar je kunt er niet mee om. Dat is eigenlijk, komt het wat op neer en dan kun je niet alles eruit halen. Hij zat ook heel dicht bij Stroll, dacht ik. Dus misschien dat voor hem zijn referentie is waarom dat... waarschijnlijk wel. Ja. Dat was wel heel slecht. Eigenlijk een goede redenering. Als je weet dat je dit bij Lance Stroll bent, dan weet je dat is niet goed genoeg. Ja, nee, maar waarschijnlijk... Ik kan duidelijk... Ja, maar het is gewoon zo. Ja, punt. Het is pijnlijk, maar het is misschien... Ja, en dan plus denk ik de andere teams die het gewoon ja, met betere updates gekomen zijn en zij waarschijnlijk minder goed of misschien te relaxen of misschien updates die niet gewerkt hebben wanneer dan de andere wel werkten. Dus ja, het is wel uiteindelijk heel extreem. Want, verschil. Ja, en ook uiteindelijk het zijn lange seizoens. Hè. Ja. Dat is niet meer normaal uiteindelijk, want we zeggen oké, je hebt nu al 16 keer gewonnen. En vergelijken met Prost, maar Prost had maar 10 wedstrijden, of ik weet het niet hoeveel dat was, misschien 15. Allee, het is wel een gigantisch verschil. Zeker. En denk ook, voor een rijder voor altijd op dat niveau te zitten en de evoluties maakt wel dat seizoen eigenlijk, het zijn bijna 2 seizoenen. Hè. Ja, vind ik ook wel. Denk dus misschien dat dat er ook mee te maken heeft. Dat klopt, denk ik, dat Aston Martin misschien wel zo de initieel in het seizoen, omdat ze natuurlijk zo goed waren, onderschat hebben de snelheid van hoe die ontwikkeling zou lopen. En misschien gedacht hebben van 1, we lopen zo ver voor op de rest. 2, het is een lang seizoen. En aangezien dat het redelijk lang goed bleef, die volgens mij de inhaalslag niet meer verwacht van een aantal van de teams. Maar die teams zijn natuurlijk mee begonnen, eenmaal in het begin al. Hè. Dat is niet plots gebeurd. Zo'n ontwikkeling dat duurt lang. Dus ja, ik denk dat het een stuk onderschatten is, maar het is wel... Het is wel ergens zorgwekkend voor volgend jaar. Want dit is de basis van de auto voor volgend jaar. Dus ja, als ze nu nog niet echt de richting weten, dan wordt dat een moeilijke winter wel. Ik ben nog heel benieuwd naar hoe Alonso daar intern mee omgaat. Want zijn ambitie was heel duidelijk. Ik wil elke grote prijs op het podium staan, heeft hij gezegd na grote prijs nummer 4, 5, denk ik. Ja, die woorden heeft hij... Ik kan hier zelf niks aan doen, maar heeft hij wel moeten terugnemen natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat hij daarmee omgaat. Als ze zo'n podium hebben gebouwd bij de Aston Martin fabriek, het is toch elke keer dat hij daar komt zo... Allee, ik had er maar eens op staan. In de catering. Allee, blij? Nou, elke race? Dat zou zo goed zijn. Ja. Oké, deze week. Grote prijs van Brazilië. Sprintformat. Ja. De laatste keer. Frederik, ben jij al fan van het sprint race format? Ik heb het al nu een paar keer gezien. Ja, het is veel rijden ook. Het is veel opladen, ontladen, opladen, ontladen voor de rijders. Dus wat ik wel tof vind, is, want dat vind ik sowieso, er zijn veel te veel trainingssessies in zo'n weekend. Uiteindelijk, wat maakt het uit? Ik bedoel, ze moeten, als je nu 1 training hebt of 3 trainingen, dan moeten ze het ook maar in 1 kunnen. En ik vind dan de rijders, dat is enorm veel rijtijd en per weekend. Maar natuurlijk is dat nodig voor de toeschouwers die komen kijken. Als die auto's bijna niet rijden, dan is het niet interessant. Ik denk dat daarvan ook sprintformat gemaakt is, hè, zoiets. Dus het is wel leuk op zich. Dat je niets mocht veranderen nadien. Misschien moeten ze dat wat bijstellen. Ik weet het niet. Het is wel het is leuk, maar uiteindelijk... is het nodig. Ze hebben dan nog zo'n lange wedstrijd op zondag. Ik vind het wel veel reden. Ja, dus, dat is exact wat wij ook altijd zeggen. Van die ene training, dat is eigenlijk het interessante element. Hè. Ja. Ook voor ingenieurs, dat ze zo niet de perfectie kunnen benaderen. Ze kunnen niet de perfecte longrun doen, niet enkel quali-sims gaan doen. Dus dat betekent dat ze ergens toch wat twijfel hebben over setup. En dat geeft meestal een interessanter resultaat. Die race is eigenlijk overbodig. En inderdaad, ze rijden 23 of binnenkort 24 wedstrijden op een jaar. Qua rijtijd is het wel op zich genoeg om een auto te kennen. Als je het vergelijkt met alle andere autosportklasses, waar je echt minime rijtijd hebt als piloot. Dat zou voor de beste piloot ter wereld geen probleem moeten zijn, hè? Weinig rijden. Ze zouden er een apart klassement voor willen maken nu, heb ik gelezen en gehoord, voor de sprintrace. Dus eigenlijk een beetje een soort bekercompetitie eigenlijk dan. Ja, het begint dan wel ingewikkeld. Het heeft dan allemaal minder waarde, vind ik. Dat is dan een persoonlijke mening. Uiteindelijk kijk je maar naar één Grand Prix en we moeten openstaan voor verandering. Ja, absoluut akkoord, maar ze rijden toch meer dan genoeg in mijn ogen. Ja, en het kan soms ook zondag al minder interessant maken, omdat je al ergens weet dat in de sprint al een bepaalde richting is opgegaan. Die auto, dat werkt niet op de mediumband of dat werkt niet op de hard. Ja, oké, dat is echt wel lastig voor de zondag, dat je dan al weet. Ja, die Verstappen gaan we zien wegrijden en die zien we niet meer terug. Zeker omdat ze gewoon niets meer echt kunnen aanpassen aan de wagen. Ook, als dat wel zou kunnen, dan verandert dat wel dingen. Dan kunnen ze iets leren uit die sprintrace. Ik denk dat ze moeten er ergens of iets helemaal anders gaan maken, zodat het interessant wordt. Allemaal op een superband zitten of niet. Of een supersoft of zoiets. Ja, dat extreem afhaalt en dan is dat wel leuk. Allee, dan, wie managt dat het beste voor 20 ronden? Dat zou wel kunnen leuk zijn. Cool, maar er gewoon zo een derde van een race aan maken, maar Okay. Frederik, jouw eigen toekomst, hoe ziet die eruit? Want dat Audi naar de Formule 1 gaat, dat heeft wel een impact op jouw volgende jaren. Ja, dat is niet zo positief voor mijn toekomst. Nee, het is jammer eigenlijk. Dus het is een politieke beslissing van bovenaan, waar dat Audi beslist heeft om een Formule 1 in 2026 te beginnen. En zij hebben ook beslist om alles met GT te stoppen. Dus dat is heel drastisch. Uiteindelijk, als je dan kijkt naar AMG, heeft Formule 1 en de GT ernaast. Ferrari, Formule 1, GT ernaast. Dus eigenlijk absoluut geen reden om het parallel laten te lopen. En uiteindelijk, DNA van Audi is nog altijd de Quattro, auto's met een dak. Le Mans ook wel een deel nu. Dus... heel jammer, want het is ook een business waarbij dat ze auto's verkopen en uiteindelijk mooie reclame maken. Dus het is onbegrijpelijk voor ons, maar de beslissing is gemaakt. Er is nu wel een nieuwe CEO, dus wie weet... Draait hij terug? Dat kan absoluut, dus je weet het niet. Want het zijn echt persoonlijke beslissingen uiteindelijk. Maar dat betekent dat ik momenteel mijn contract uitdoe met Audi... En dat stopt eind dit jaar. En we zijn volop bezig om een alternatief te vinden, dus te zoeken. Oké, een paar vragen vooral. Ja, waarom doen ze dit? Waarom maken ze die keuze? Of waarom is het of en niet en? Het is absoluut... volgens dat ik het begrijp, is echt een persoonlijke keuze van de toenmalige CEO. Want ondertussen hebben we die nieuwe CEO... Die absoluut niets meer met gewone verbrandingsmotoren wil te maken hebben. Ze wouden alles elektrisch doen, maar dat is ook niet meer haalbaar. De target was 2030, maar absoluut onmogelijk. Ja. De infrastructuur is er niet. Dus dat is nu ook al verschoven naar 2035, ook vanuit Europa. Dus uiteindelijk is er nu absoluut tijd ook voor de hybride, wat ze nu doen bij de Formule 1, want dat is ook nog niet vol elektrisch. Dus... Ja, waarom is die keuze? Moest ik het weten, denk dat het echt een persoonlijke keuze is die misschien kan teruggedraaid worden. Het is wel jammer, Sam, want het is leuk dat Audi naar de Formule 1 komt, maar dat er dan daarvoor zo'n drastische beslissing nodig is. Het past ook niet echt bij, inderdaad, wat jij zegt, Frederik, bij het merk dat Audi is. Nee, zeker niet. Hè. Het is denk ik inderdaad belangrijk dat is toch wel... een auto is van het volk. Dat is ook natuurlijk een Volkswagen, dat snap ik ook wel, dat is zo nog genoemd, maar Audi is dat ook wel altijd geweest. En daarin is het vreemd dat ze naar Formule 1 zouden gaan, of enkel Formule 1 gaan doen, wat voor heel veel mensen niet echt te linken is aan gewone straatauto's, omdat er totaal niet op lijkt al met te beginnen. Dus dat heb je in de GT-race-terrein nog wel, ook in de tourwagens heb je toch die standaardmodellen, om het zo te zeggen, met race-opsmuk. Het is ook spijtig, ik heb mijn eerste seizoenen bij ComTU Racing gedaan, waar Frederik al lang bij zit, dan als fabriekspiloot van Audi zijnde. We hebben dat jaren in recht gehad als teamgenoten, maar wel in een andere klasse van hetzelfde kampioenschap. En uiteindelijk, met een auto die dan toch al een beetje outdated was, als je kijkt naar de nieuwste GT3-modellen, hebben we het eigenlijk wel goed gedaan. En dan is dat wel spijtig, als je ziet dat er is toch uiteindelijk zoveel potentieel geschiedenis bij dat merk. Veel performance aanwezig, dus spijtig dat ze gewoon niet verder gaan en met een nieuw product komen. Hou je dan in die onderhandelingen voor de komende jaren, hou je dan rekening met het feit van er is een nieuwe CEO, die beslissing kan teruggedraaid worden, of moet je dat hoofdstuk dan echt wel afsluiten om verder te kunnen? Ja, ik denk dat de kans heel klein is, eerlijk gezegd, want die beslissing is wel gemaakt door een CEO, een persoonlijke beslissing, maar dat wordt wel bekrachtigd door de raad van bestuur en iedereen. Maar we zitten nu met een nieuwe CEO, dus dat moet eigenlijk weer herzien worden. Die beslissingen die gemaakt zijn, ook de Formule 1 wordt weer herzien binnenin, of dat effectief wel de goede beslissing is. Want er was daar enorm interne competitie tussen Porsche en Audi. En durf het niet zijn, maar het kan zeker gebeuren dat de Formule 1 weer naar Porsche gaat. Die kans is zeker. Is zeker mogelijk, kan het zo zijn. Hè. Als ze dat zouden doen, dan maken ze zichzelf toch wel op dat vlak enorm belachelijk. Ja, maar... Met zoveel allure, zoveel... Absoluut, maar als je weet intern hoe dat die beslissing tot stand gekomen is in Spa, hier waar ze vlug die foto genomen hebben, dat was echt om Porsche... dat is echt intern, om sneller te zijn dan Porsche. En dat is volledig absurd. Uiteindelijk, als je mij vraagt, past Porsche veel beter bij Formule 1. Heeft ook meer die sinus dan Audi. Maar goed, ze maken er dan absoluut belachelijk, maar ik vind van vandaag wat het aantal beslissingen dat ze maken en terugzetten en opnieuw is voor mij ook belachelijk als rijder zijnde, wat dat heel jammer is, want het is zo'n topmerk en ja, de laatste 2-3 jaar is echt moeilijk geweest. Maar goed, kijk, ja. We zullen zien wat er gaat gebeuren. Het is jammer. Ja. Meer kan je er eigenlijk niet over zeggen. Het klinkt als een heel jammere zaak. Het is heel jammer, inderdaad. En ComTU Racing die gaan nu met Aston Martin verder voor de zeker volgende 4 jaar. Dus ja, ik denk ook voor Frey en voor mij is hetzelfde. Zien wat er daar een kans ligt. En dat kan ook een mooi verhaal zijn. Okay, ik wens het jullie allebei toe. Het mooie verhaal tenminste. Dankjewel. Oké, goed. Vrijdag is het de sprinter... Vrijdag is de kwalificatie. Zaterdag de shootout. Sprintrace. Zondag de gewone grote prijs. Brazilië. Ja, probleem voor iedereen is, we weten dat Max Verstappen daar graag rijdt. Hè? En we weten dat hij het daar goed doet. Ja, absoluut. Maar het is ook wel een circuit dat langs de andere kant altijd veel competitiviteit heeft gebracht. Bij andere merken ook. En goede races vooral. Wat ik wel interessant vind, er zijn goede inhaalmogelijkheden. De eerste bocht is er één van. Ja. Een paar bochten verder heb je weer een kans. Dus er zijn echt wel kansen. Het is een mooie race. Het is een klassieke race ook wel. Dat apprecieer ik ook. Het is wel een redelijk oldschool circuit. En de fans zijn goed, dus ja, ik vind dat wel een event om naar uit te kijken. Oké, ik ben heel benieuwd. Frederik, bedankt om langs te komen, om de berg te komen. Sam, bedankt om er weer bij te zijn. Volgende week ben je er ook? Ja, vrijdag niet. Hè? Ik vrijdag niet. Nee. Dus ik zie je zaterdag. Ja, de mensen die al afwezig is geweest, jongen. Goed, vrijdag is er dus de kwalificaties. Met Stijn de Weert gaat dat zijn. Ja. Hier op Play Sports. Zaterdag de shootouts en de sprintrace. En zondag de gewone grote prijs. En maandag zijn we met een nieuwe aflevering van De Perk. Dus heel graag tot dan. Salut.